Het Caribisch Denkboek. Dit is hem. En jullie hebben hem, dus hou hem bij de hand, want dan kan je ook opzoeken en kijken wat er is. En dit is de handleiding. En die laat ik ook zien. Mijn vertellen is jullie inspireren, hoop ik, tot dingen. En het is niet een moeten. Hè? Maak zelf je selectie wat je nodig vindt voor de kinderen. Oké, ik heb de training is in 3 onderdelen verdeeld. Ik noem dat zo kan je starten. En dan gaat het eerst over voorkennis activeren over de Tweede Wereldoorlog. Logisch. Als je met een Caribisch denkboek, die gaat over de Tweede Wereldoorlog en wat er in het Caribisch is gebeurd. En het gaat natuurlijk over herdenken en vieren. Maar je weet niet wat de Tweede Wereldoorlog is, waar die heeft plaatsgevonden. Ja, dat kan niet. Dat is de basis. Dus zo start je. Dan bied je natuurlijk kennis aan over wat hier gebeurd is in de Cariben. Laat je zo allemaal zien waar dat staat en waar je dat kan vinden. Dan ga ik uitleggen van hoe kunnen de kinderen nou op een goede manier met het boekje werken. Dat je het ze zelf laat gaan of dat je ze samen laat werken. Er zijn heel erg veel mogelijkheden. Ik vertel iets over de symbolen. En er zitten erg veel verwijzingen in naar filmpjes. Hele leuke verhalen. En tenslotte hebben wij het boekje verdeeld in 5 thema's. De Wereldoorlog in het algemeen. De oorlog in de Cariben hier. We hebben het over vervolging. We hebben het over verzet. Herdenken. En vieren. Vrijheid vieren. Dus de oorlog, leven in oorlog, oftewel in Europa of hier. En dan de andere thema's. En daar zijn 5 uitgewerkte lessen. En wij laten straks zien waar die staan. En als je daarop drukt, dan worden ze gedownload op jouw computer. En heb je die 5 lessen en die kan je zo inzetten. Ik ga naar het Caribisch Denkboek, naar pagina 8 tot en met 13. Want op die pagina's zie je daarboven staan de Tweede Wereldoorlog. En dan zie je ook direct op die pagina's de tijdlijn lopen van 1939 tot het einde 1945. En ik heb dat ook al blauw omcirkeld. Op die tijdlijn staan ook al verhalen ingevuld die hier hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld hier 10 mei 1940, 127 Curaçaose inwoners met een Duits of Oostenrijks paspoort en 75 Duitsen worden gevangen gezet in een kamp op Bonaire. Dus in die tijdlijn over de algemene Tweede Wereldoorlog staan ook al verhalen over wat er hier gebeurd is. Nog even iets. Je ziet hier ook woorden staan in het rood. Ook weer in datzelfde kringetje staat bijvoorbeeld het woord NSB'ers rood. En dat wordt uitgelegd in een woordenlijst. Die komt straks ook nog terug. En die woordenlijst, die legt die woorden allemaal uit. Dus het is heel makkelijk tegen kinderen te zeggen, als er een woord tegenkomt wat rood is, kan je naar je woordenlijst, dan wordt het uitgelegd wat het betekent. Dit is een tijdlijn. Nou vinden jonge kinderen dat vaak nog moeilijk, een tijdlijn. He, van, het is namelijk historisch besef hebben van nu naar vroeger. En nou, 1 tip is, maak een tijdlijn van henzelf. Dat zal jullie ook niet vreemd voorkomen. En laat ze een tijdlijn van hun eigen leven maken van, ik ben nu 11 en wat gebeurde er toen ik 10 was en 9 en 8. Dan hebben ze ook een besef wat deze tijdlijn inhoudt. Op de site hier van het denkboek, de tijdlijn, ik ga er even op staan, want ik heb internet nu, zeggen ze. Dan kom je dus op de site, het is een tijdlijn. Zie je? En daar begint hij in 1933, Hitler aan de macht, en dan staat bij elk iets, staat er een verhaal over wat er toen gebeurd is. Als je dus verder gaat, dan hier staat die hele tijdlijn.
En soms hier, als je dit ziet, is dat natuurlijk een filmpje. Dan kan je een filmpje vinden. Hier is bijvoorbeeld ook een verhaal opgenomen wat er hier gebeurde. Aruba en Curaçao. En dan krijg je dat verhaal. En er staan ook filmpjes in. Dus als je meer wil doen met die tijdlijn, hè, wat in het boekje staat, en je wilt het nog verdiepen, kan je naar deze site gaan. Dat was de tijdlijn en dat is dus de basis die je moet leggen. Want als kinderen niet weten wat de Tweede Wereldoorlog is, ja, dat kan gewoon niet. Je moet ze vertellen. Ik pak even de handleiding erbij. Daar staat lessuggesties en thema's hier. En daar zie je ook al een beetje die onderverdeling in die thema's. En als je hier kijkt, ik heb hem omcirkeld hier, dan is dat de Tweede Wereldoorlog. Zie je? En daar staan wat verdiepingen voor in je en lessuggesties die je kan doen. Nou, ik heb bijvoorbeeld één zo'n lessuggestie uitgehaald. En dat staat hier. Er staat hier. Kijk met de klas het filmpje De Oorlog in 7 minuten. En waarom? Ja, we gaan hem even naar kijken. Dan zie je als je dat filmpje laat zien, dat het dus het verhaal helemaal vertelt van de Tweede Wereldoorlog. Ja? In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij wilde met zijn Nationaal-Socialistische Partij niet alleen alle macht in Duitsland, maar ook heel Europa onderwerpen. In Hitlers ogen waren de Joden de schuld van alle ellende in Duitsland. Met hen wilde hij afrekenen. In 1938 organiseerden zijn aanhangers een massale aanval op de Joden in Duitsland, de Reichskristallnacht. Overal in het land gingen synagogen in brand en werden winkels van Joden geplunderd en de ruiten aan biggelen geslagen. Veel Joden werden door de nazi's opgepakt, 91 van hen werden vermoord. Veel Joden uit Duitsland en het bezette Oostenrijk vluchtten. Duizenden van hen naar Nederland. Om deze stroom aan vluchtelingen onder controle te houden, werd er voor hen in het Drentse Westerbork een speciaal kamp gebouwd, Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork. Hier bleken zij ook niet veilig te zijn voor de nazi's. In mei 1940 viel Hitler met zijn goed bewapende legers Nederland binnen. Om snel door te kunnen stoten naar Frankrijk, wilde Hitler Nederland in korte tijd veroveren. Toen dat niet vlug genoeg ging, besloot hij Rotterdam te bombarderen. Dat kostte bijna 900 mensenlevens. De stad lag in puin en Nederland gaf de strijd op. Voor de meeste mensen in Nederland viel de bezettingstijd in het begin nogal mee. Maar voor de Joden werd het al snel anders. In februari 1941 werden bij een razzia in Amsterdam 400 Joodse mannen van de straat gehaald en weggevoerd. Zij kwamen in het Oostenrijkse kamp Mauthausen terecht, waar ze binnen korte tijd allemaal stierven. Uit protest tegen deze arrestatie gingen Amsterdammers in staking. De Duitsers sloegen hard terug, zodat de schrik er na deze februari-staking bij de Nederlanders flink in zat. De meeste mensen durfden bijna niets meer te ondernemen tegen de anti-Joodse maatregelen die nu volgden. Joden moesten vanaf 1941 hun geld en hun bezit inleveren. En ze kregen allerlei verboden opgelegd. Ze mochten op het laatst nergens meer komen en niets meer doen. Vanaf mei 1942 moesten ze een Jodenster dragen. En twee maanden later begonnen de deportaties. Joodse families werden eerst naar Westerbork gebracht, het kamp op de Drentse Hei. Ook Roma en Sinti, toen Zigeuners genoemd, werden naar dit kamp gebracht. Vanuit Westerbork gingen ze in goederenwagons naar kampen in Oost-Europa. Daar werden de meeste mensen direct na aankomst vermoord, in gaskamers.
De meeste Nederlandse Joden stierven in Auschwitz en Sobibor in Polen. Sommigen kwamen terecht in andere kampen, als Theresienstadt, Bergen-Belsen en Ravensbrück. 102.000 Nederlandse Joden zijn er vermoord. Nog geen 5.000 overleefden de kampen. Ongeveer 20.000 Joodse mensen hebben de oorlog overleefd door onder te duiken. Dat was heel moeilijk, want er werd jacht op ze gemaakt. De Duitsers betaalden aan de Nederlandse politie en hun helpers een premie voor elke Joodse onderduiker die ze opspoorden en arresteerden. Het verzet kwam in Nederland pas goed op gang toen de meeste Joden al waren afgevoerd. In april, mei 1943 was er een grote landelijke staking uit protest tegen het wegvoeren van Nederlandse mannen die in Duitsland dwangarbeid moesten verrichten. Wie iets tegen de bezetter ondernam, kon zwaar gestraft worden. Verzetstrijders werden in kampen opgesloten, in Nederland in Amersfoort of Vught, en daarna vaak in Duitse kampen, als Dachau, Natzweiler of Neuengamme. Veel mensen hebben er van ellende of door mishandelingen de dood gevonden. In Nederland werd de sfeer steeds grimmiger. In het begin viel die hele oorlog voor veel mensen nog wel mee, vooral op het platteland. Maar steeds meer kregen de mensen een hekel aan de Duitsers. En vooral aan hun helpers, de Nederlandse NSB'ers, die zij als landverraders beschouwden. In de zomer van 1944 leek het eind van de oorlog nabij. Kwam er licht aan het eind van de tunnel. De bevrijders waren in aantocht. Toen de Amerikanen, Engelsen en vooral Canadezen Nederland naderden, gingen veel NSB'ers op de vlucht naar Duitsland. Dat gebeurde op Dolle Dinsdag, 5 september. 14 dagen later probeerden de bevrijders over de Rijn te komen bij Arnhem, om langs die weg Duitsland te veroveren. Heel veel mensen moesten vluchten, maar de slag om Arnhem werd een zware nederlaag voor de geallieerde legers. Het lukte in 1944 wel om het zuiden van Nederland te bevrijden, na zware strijd in Zeeland, Brabant en Limburg. Voor het westen van Nederland brak de zwaarste periode aan, de hongerwinter. Meer dan 20.000 mensen stierven van honger en uitputting, vooral in de grote steden. Voedselpakketten uit de lucht maakten eind april, begin mei een eind aan de honger. Een paar dagen later volgde de bevrijding. Dat werd een langdurig en uitbundig feest. Maar niet voor iedereen. Langzamerhand werd duidelijk hoeveel verdriet de oorlog had veroorzaakt. 100.000 mensen kwamen nooit meer terug. Hun families waren lange tijd in shock. En degenen die wel terugkeerden uit de hel, hadden later, jarenlang nog, last van de gruwelen die ze hadden meegemaakt. Dat betekende voor heel veel mensen vrijheid, maar geen bevrijding. De oorlog woedde ook in Azië. Voor de Nederlanders die in Nederlands-Indië woonden, waar de Japanners de bezetters waren, duurde het zelfs tot halverwege augustus tot ze werden bevrijd. Ook veel van die Nederlanders overleefden de oorlog niet. Zaten vast in kampen, moesten er juist buiten zien te overleven of waren krijgsgevangen genomen. De oorlog bleef in veel gezinnen jarenlang nadreunen, soms tot vandaag aan toe. En het duurde heel lang voordat duidelijk werd dat ook kinderen in de oorlog die tijd levenslang met zich meedragen. Ook bijvoorbeeld de kinderen van NSB'ers. Zij werden na de oorlog weinig liefdevol behandeld. En zelfs kinderen die na de bevrijding zijn geboren, bleken veel last te kunnen hebben van de oorlogservaringen van hun ouders. Zoals al zei net, dit filmpje staat dus hier in je handleiding als extra suggestie van kijk het filmpje met je klas. Extra suggestie. Maar dat hoef je natuurlijk niet te doen. Hè? Maar je kan het doen. Oké, we gaan door.
Want we zeiden, wat moet je eerst? We gaan neerzetten wanneer de Tweede Wereldoorlog was en tussen wie het speelde. Maar ja, dit, hier gaat het nu even om hier. De Tweede Wereldoorlog in het Caribisch gebied. En als je in je handleiding kijkt om jezelf voor te bereiden, zodat je al kennis hebt over wat er hier gebeurd is, zie je dat hier staan. Hier staat het verhaal. Ja, hier staat het verhaal over wat er hier gebeurde. Hier vandaan kan je dus je kennis aanbieden over het Caribisch gebied. Maar we hebben heel erg veel filmpjes, zijn er gemaakt een aantal jaren geleden, van mensen die ooggetuigen waren tijdens de Tweede Wereldoorlog, dus kind waren. En die dus daar iets over kunnen vertellen. En dat zet het ook heel erg goed neer. Ook weer een suggestie om de kinderen ernaar te laten kijken. Mijn naam is Freddy Wanipa. Die keer kom ik samen met de taart in eerste klas met de team 6 jaar. Mij am Edith Lohman, dan te am Didi Lohman. Mij Roman Anto. Na school sempre la kede am Edith. Temporada de guerra com Holanda, met dat in 63 jaar. Edith en Freddy wonen op Curaçao, een van de eilanden in het Caribisch gebiedsdeel van Nederland. Het eiland wordt, in tegenstelling tot Nederland, niet bezet in 1940. Maar ze merken op het eiland wel dat het oorlog is. Eigenlijk als je in onze notitie, ja, dan zag ik radio, BBC, dat helemaal anders gewoon op de televisie. Maar wat is in deze nieuws? En toen dan heb ik gezegd, Alemania had erin te Holanda. Jorament naar school, torsor, dan dat in zus naar school. Je vrouw naar torta Hollandes, torta Jora, tormoetje omdat in de andere goed weer ja. Tava te bieven naar Parriera. Nós vimos de casa que vocês eram sem a mão completo, completo. Então, tá roupa doce, para botar a roupa, roupa, barco, tá vai bem. Tempo de guerra, avião tá correndo, vai bem, assim aqui, essa. Assim aqui, essa, na tira um avião passa a tira deep sea bomb, riba um submarino, me tá querendo. É coisa de cair de água, a água tá bem na alta, mira, com preto, vai riba. Pero o barco está na candela, na bingo nem de enrafa. Muita compreende de quando a bingo nem de enrafa, sobre tem um shell e nanto. Toca na bingo nem de enrafa, e na ela sink. Na bai põe na bai macula. Aqui também passa com muita lá na escola, para mim costurando, pensando de que na eu, já para furar, botar assim de avião da bula que riva. Mas depois eu estou para ser, já está rei lá na Europa. Ok. Ora, non so quanto è così, il corso qui è alemano, un turismo a Borbo Nero, no, qui turbo por Alemania, che sta in de buurt, in de haven qui. In het Caribisch gebied wordt veel aardolie gewonnen. Deze belangrijke grondstof voor de oorlogsindustrie wordt op Aruba en Curaçao verwerkt tot brandstof voor onder andere vliegtuigen en tanks. De nazi's proberen olietankers in het Caribisch gebied met bemanning en al te laten zinken. Amerikaanse soldaten moeten de eilanden gaan beschermen. Aruba en Curaçao hebben maar één industrie, petroleum. Toen de nazi's hun vergeefse poging deden om de raffinaderijen van het eiland in brand te schieten, wisten ze dat Aruba een groot deel van de vliegtuigbenzine produceerde zonder welke de motors van 100.000 geallieerde vliegtuigen niet konden draaien. De moderne oorlog wordt gevochten met benzine. En het was de benzine van Curaçao en Aruba die tal van geallieerde luchtaanvallen mogelijk heeft gemaakt. Americano abin corso. Hobby soldaat Americano, soldaat Puerto Rico. Tabin ja. Mooie jongens, ze moeten wakken, moeten zien
Dus we zijn, je hebt toch oog en je kan zien wat we wakkeren. De kans niet weten dat het een fiesta Amerikaan wat kan ons zijn dat ben kunnen we ervaren bestie kunnen patchy en tot me weten dat het een kans te maken voor grandi, maar als je dat dat toch ook koos niet dat dat roep leuk kunnen aanzien dan zijn we natuurlijk een koei mangel pa doen een muntje koos niet dat dat leuk. De Nederlandse koninklijke familie vlucht naar Canada. Koningin Wilhelmina verblijft tijdens de oorlog in Engeland. In Londen, waar de Nederlandse regering gastvrij was ontvangen, werkte de koningin met haar raadslieden onvermoeid voor het naderbij brengen van die betere tijden. In de radio, onze tende, la reina a wie bij je naam. Met de korte naam, Canada van la reina, met de korte naam, dat zie. Met de korte naam, misasiker, ela wie bij. Prinses Juliana bezoekt tijdens de oorlog voor het eerst Curaçao. Ontelbare vlaggen begroeten de prinses overal waar zij kwam. De oude Hollandse klederdrachten waren weer tevoorschijn gehaald. En het hele eiland, met zijn schilderachtige haven, die zo sterk aan Holland doet denken, was het toneel van uitbundige demonstraties. Curaçao gaf ontroerend uiting aan zijn gevoelens van lotsverbondenheid met de andere delen van het Rijk. 'S Avonds moet het helemaal donker zijn, de zogenaamde blackout. Dit om te voorkomen dat Duitse soldaten vanuit onderzeeboten kunnen zien waar ze op moeten schieten. Auto's rijden met koplampen die blauw zijn gemaakt. Er komt geen kiertje licht meer door de ramen. Het gobierno anunciar com você na luz à noite que venha moest je huiswerk vroeg maken, maar ja, temprano die trap voor mij met rasgur passou. Portin luz per dinkas ku zwarte gordijn of blikke gordijn liever zwart auto na nieuw voor ook rek luz ta korek un grandura di un vinger di luz po kore no si subir va brug ku dat medo passa di brug outro vana sin luz maria deita tot vida da signo. Suku, tata suku suku. Anto anoche, wat is goed, je kon in het kanaal de Mokura. Soldaten in het kanaal de Mokura, lurwak, wat een split, kon aan het wak, die luzen de, dan te bati pagé. Asina, tata, si bro, ja. Als de nazi's zich in mei 1945 overgeven, zijn ook Freddy en Edith blij dat de oorlog is afgelopen. Pas de oorlog hier kaba, alarma zona trobi. Nos turco de bebê banque, então eu tenho me ver a mami, Freddy. Guerra começa, na que parte para riba na Newport, na começa tem ta tira com coisa nei. Então, não digo nem não, senhor, eu tô bem escaba guerra acaba. Cara que acaba guerra acaba sim nei. Sato op met vacância op Coral Tabac. Tanto é Coral Tabac. Kwam mijn vader, Gerakaba, Alemania, capitula. Gerakaba, tatakata, kayobe. Pim, 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 kayobe, Berlin. Pom, 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 kayobe, pom. Oké. Dit was even het stukje over de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en de Tweede Wereldoorlog en wat er hier gebeurde. Ja, ik heb even filmpjes laten zien, maar in je handleiding en het boekje zijn er nog veel meer andere suggesties en de manier waarop je het kan doen. Ik laat straks ook nog even de pagina zien waar nog veel meer filmpjes staan van ooggetuigen, mensen die jong waren in de oorlog hier. Dat zijn natuurlijk de mooiste verhalen voor de kinderen hier. Dan gaan we aan het volgende stukje beginnen. De kinderen gaan werken met dit boekje. Het boekje is voor hen. Kunnen ze inschrijven, knippen, tekenen, lezen en gaat mee naar huis. Want volgend jaar krijg je nieuwe boekjes. Ja? Dus dat is echt voor hen. Je ziet hier staan symbolen. Nou, die zie je ook in het boekje staan voorin.
doen, denken, kijken. En net wat ik zei, die oorlogswoordenlijst, die woorden zijn rood gemaakt. Zie je een rood woord, dan wordt het uitgelegd in de woordenlijst op bladzijde 71. Ja? Dus op die manier kunnen ze er heel goed mee werken en lezen, want de woorden kunnen ze terugvinden. Denken, doen, kijken. Ik heb er even lezen bij geschreven, omdat er zoveel te lezen valt. Denken. Boekje heet Denkboek. Dat is je basis. Dat is wat we willen. Ik heb even deze bladzijde gekopieerd uit de handleiding. Want daar staan allemaal tips in over zelf lezen, over interesse wekken. Nou, als je die filmpjes ziet en de kinderen naar die filmpjes laat kijken, waarin de mensen het verhalen vertellen dat ze hier kind waren tijdens de oorlog en wat er gebeurde, dan wek je echt hun interesse. Er staan lessuggesties, maar ik heb even deze omcirkeld. Tip 2, nadenken. Dit boekje zet aan tot denken. Denk eens na, wat zou dat voor jou hebben kunnen betekenen? Wat zou jij hebben gedaan? Wat zou het voor jou kunnen betekenen? Op een gegeven moment zien we deze lichtblauwe pictogram van denken. En dan staat daarbij, door welke gebeurtenis is jouw leven veranderd? Dat staat dan natuurlijk op een bladzijde waarin het leven hier veranderde. Denk eens na, wat is er in jouw leven gebeurd waardoor het veranderd is? Maar wat vind jij ervan? Vooroordelen komen straks ook nog terug. Alle ellende begint bij vooroordelen over andere mensen. De moord op een groep mensen gebeurt nooit in één. Het begint met vooroordelen. Wat kun je doen als mensen vooroordelen hebben over een groep? Dus het zet aan tot denken. Samen praten erover. Dan heb ik er nog één uitgepakt. Dat is dan meer het denken over je kennis. Wat weet je al? Kijk de tijdlijn. Hè? Die hebben we in het begin gezien. Van 8 tot met 13. En welke delen van het koninkrijk zijn in de Tweede Wereldoorlog bezet? Ja, het was hier niet bezet. Maar, oké, dat is denken. Denken, zeiden we net al, het heet niet voor niks het denkboek, het Caribisch denkboek. Op deze pagina, ik schrijf ze steeds bij, omdat je dan lekker even kan kijken, pagina 60, 61, zijn er gesprekken gevoerd met kinderen van hier. En daar hebben we die denkvragen aan gesteld. Wat is vrijheid voor jou? Dat ik kan doen wat ik wil, zegt Catharina. En Gianni zegt, als ik buiten kan spelen of hide and seek kan spelen bij ons in de zaad. Dat is voor mij vrijheid. En dan vragen wij, wanneer voel jij je vrij? En dan kan het kind het invullen. Maar ook vragen we, is iedereen even vrij? Nee, zeggen ze dan, sommige mensen hebben minder geld dan anderen. Ben je ook niet zo vrij? Nou, dat zijn allemaal vragen over het denken en de kinderen kunnen het zelf invullen of met elkaar. En dat is aan jou. Hoe wil je dat de kinderen ermee werken? Doen, dat is het volgende pictogram. Dat is het gele pictogrammetje. Doen. Ja, hier staat ze. Doen. Dit is een pagina uit het boekje over het leven hier, het leven verandert. En allemaal verhalen wat de mensen hier op de eilanden hebben gedaan voor de mensen in Nederland. Bijvoorbeeld mensen op Aruba, die gingen sparen om een vliegtuig te kunnen kopen om te vechten. Daar hebben ze heel veel geld opgehaald. Aan de andere kant zie je, Nederlanders hebben warme kleding nodig, maar die hebben de mensen in het Caribisch gebied natuurlijk niet. Dus gingen ze breien voor de mensen in Nederland. Het zijn hele mooie verhalen over wat de mensen hier hebben gedaan voor de mensen in Nederland. En dat stimuleert de leerlingen van nu weer. Wat kan jij nou doen voor een ander? Of heb jij wel eens wat gedaan voor een ander? Je wordt dus uitgedaagd om te lezen, om iets te doen. Heel vaak komen ze zelf al met die verhalen. Oh, ik heb ook eens wat gedaan voor een ander die het toen moeilijk had. Kijken.
is het roze. Je zal zien dat in het boekje heel vaak dit roze pictogram tegenkomt. En hierbij staat de URL. Ik laat je straks de pagina zien waar al die filmpjes staan. Van ooggetuigen vandaan. Maar ik heb deze bladzijde even bijgedaan, want ik kon niet al die filmpjes laten zien, want dan zaten we hier straks om 6 uur nog. Maar bijvoorbeeld, als je daar dat roze pictogram ziet, dan zie je daar staan, Diana Henriques was nog maar een klein meisje toen het oorlog was. Ze weet nog goed hoe eng het was. Ja? En dan staat er, bekijk haar filmpje. Diana Henriques vertelt dan, een klein stukje, als het alarm afging, moest je verstoppen onder de schoolbanken. Mijn moeder had een zakje gemaakt met een stukje gum daarin en een paar watjes. En dat vertelt ze ook allemaal in dat filmpje. En die watjes waren om je oren te beschermen en dat gummetje ging tussen haar tanden. En dat vertelt ze in dat filmpje. Dat is natuurlijk voor kinderen hier echt gewoon interessewekkend. Hier zie je er nog één staan, dingen. Daar nog één. En zo zijn er heel veel prachtige filmpjes om aan de kinderen te laten zien. Het hele boekje door. Hier is die pagina die ik bedoelde waar al die filmpjes staan. Ja? Caribisch Denkboek voor het comité 4 en 5 mei. Daar staan al die filmpjes. Oorlog op Curaçao, over de kampen op Bonaire, de blackout, over het gummetje wat ik net zei, operatie Neuland. Dat is ook een filmpje over de bombardementen op de torpedo's bij Aruba en over soldaten beschermen. Zoveel filmpjes zijn er, dus er is heel veel te kijken voor ze. Er is ook heel veel te lezen. Er staan 3 stripverhalen over helden. Anton de Kom, Suriname, 6 helden. Boy Equity, Aruba. En natuurlijk Jorge Maduro van hier. Verzetshelden die een grote belangrijke rol hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog uit het Caribisch gebied. En die strips staan hierin. Die kunnen ze lezen, maar ze vallen ook onder een thema. Ze vallen onder het thema verzet, waar we het straks over gaan hebben. Dat was even, ik ga altijd even terug, Tweede Wereldoorlog in het algemeen. Het leven hier op de Cariben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boekje, hoe ga je om met de pictogrammen. En dan gaan we nu naar het boekje, want het is verdeeld in 5 thema's. Wat hebben wij gedaan? Thema is leven in oorlog, ga ik zo over vertellen. Vervolging, verzet, vrijheid en herdenken. 5 thema's. Ja? Je kan kiezen. Dus ik ga heel veel zeggen van ik ga het eerste thema wel doen, want wil ik het neerzetten. Maar ik vind het thema verzet heel interessant voor mijn klas. Nee, ik ga ze allemaal doen. Kan allemaal. Van elk thema staat er een digitale les op de site. Dan ga je erheen, download je die 5 lessen en dan kan je de les zo op je digitale schoolbord of op je tv doen. Hi, ik ben Leroy en ik ga jullie in de komende lessen vertellen over de Tweede Wereldoorlog, nu 80 jaar geleden. Over hoe het leven hier toen op ons eiland was. Over de mensen die werden vervolgd en vermoord. Maar ook over de mensen die zich hebben verzet zoals Jorge Maduro. En we hebben het erover hoe belangrijk het is dat we deze oorlog blijven herdenken. En hoe we dat kunnen doen. Want vrijheid is het mooiste dat we hebben. We gaan naar de volgende les. Laat ik je straks ook weer een stukje zien van Leroy. En die tweede les gaat over vervolging. Deze pagina in het boek laat ook daarboven weer een tijdlijn zien. Hoe het verloop was van die woorden die hier staan, uitgesloten. Want eerst word je uitgesloten. Je mag niet meedoen. Je mag daar niet meer komen. Daarna word je vervolgd. En daarna werden ze vermoord.
Hier heb ik een paar voorbeelden. Bespreek met je leerkracht welke teksten je nog meer hebt gevonden. Wat betekent nu uitgesloten? Teksten die hier staan. Nou, de Joodse kinderen moesten naar aparte Joodse scholen en ze mogen niet meer reizen. Dat ben je uitgesloten. Daarna werden ze vervolgd. Naam en adres van alle Joden werden op lijsten gezet. Werd vervolgd. En tenslotte werd je weggebracht. En zo begint de les over vervolging. Er komt natuurlijk nog veel meer in en Leroy komt terug en er zitten filmpjes in elke les. Eén van de dingen, en daar wordt ook toch nog steeds ontzettend veel naar gevraagd hier, dat is over Anne Frank. En wij hebben hier een stukje ingezet, want Anne Frank Stichting ontwikkelde een YouTube-serie. Hè, het Anne Frank videodagboek. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want dat bestond toen niet. Ze had natuurlijk een dagboek geschreven, maar ze hebben er een soort vlog van gemaakt. En dat kan je dus in deze les, wat natuurlijk een pittig onderwerp is, gebruiken. Of niet, hè? Het is heel raar. Op jou, Anne? Je neus lijkt nu op een aardbei. Oh. Het is een mooi apparaat, hoor. Je bent er trots op, hè? Ja, ik vind hem echt heel mooi. Ik zou hem zelf ook wel willen hebben, eigenlijk. Hallo. Hey, Moortje. Kijk eens naar de camera. Is Jacqueline, een van mijn beste vriendinnen. Annelie. Iets meer lopen als een model, hoor. Niet te veel, natuurlijk. Ja, maar jeetje, Anne. En ook... Lang zal ze leven. Anne, doe de camera weg. Het is dus oorlog. En de Duitsers die in 1940 aan de macht zijn gekomen, hebben steeds meer anti-Joodse maatregelen genomen. Zoals de Joodse sterren die we op moeten doen op onze kleding. En we moeten naar speciale scholen voor Joden. Papa mag niet meer zijn eigen bedrijf hebben. Nu sturen ze dus ook brieven naar Joodse mensen. En erin staat dat ze zich moeten gaan melden om te gaan werken in Duitsland. Mijn hoofd heeft ook eentje gekregen. En we gaan morgen onderduiken. Weg. En ik weet niet waar we heen gaan. Het is zo fijn dat ik het aan iemand kan vertellen. Ja, dat komt binnen, hè. En je hebt natuurlijk altijd de keuze, hè, welke filmpjes je laat zien.
en welke niet, hè? Jullie kunnen het beste je klas en de kinderen inschatten, ja? Maar het gaat nog steeds even over vervolging, ja? Deze pagina's, 20 en 21, gaat over de Joden in de Cariben, ja? Die vertelt over de Joden die hier woonden. Er leefden veel Joden. Laten we het nog even de Nederlandse Antillen noemen. Ja, die waren natuurlijk heel bezorgd over hun familie in Europa. En de Joden probeerden natuurlijk ook Europa uit te vluchten. Ja, er waren Joodse winkels op Curaçao. Ze zijn gevlucht uit Europa naar Amerika, naar de Cariben. Nou, er staat ook het verhaal dat die boten eigenlijk eerst niet aan mochten leggen. En er staat een verhaal, ik heb er even een rode cirkel omgezet. Ja? Het verhaal van Ismaël, die 9 jaar oud is als de oorlog begint. En hij woont op een ner. En alle mensen met een Duits of Oostenrijks paspoort werden naar het kamp op een ner gestuurd. Maar ook de Duitse Joden. Maar ook de mensen die sympathieën hadden voor dingen. Allemaal bij elkaar. Daar zaten ze. Ja? Nog een filmpje. Pichera, mia femmina, manna, asi, ana, cestmere, 28. Cestino nei, su marino, per ron, per cuore, manna. Ma, bombardia, opi barco, di rua. E barca que candela. Όπι λοιπόν έρω, αμμουρί. Όμω όχι. Παρκή, ουσό, λιαμφιόλ, ελάια, προσμόνι, ουσουλιού αμμουρί. Τεγγέρα. Αρτάρι, ούτε γιούτρο, ε. Τεγγέρα. Είπαμε, ουσό, Era Cristo. E ela mana abre o barco Fizeta. Ela era na rincana para escolher. Marcos, soldar para o Aralan. E soldar lá para cuidar ela mana. Banana se cura, papo y cura. Teco, erica canta y cantica. Esta dulce, uruguaya. Esta voz, uruguaya. Tiempo de alemana va a caer, cerrada. Pese a cuchnapala, mi mamá, mi. Όχι μας, φύσε. Να ρε πισκά, να ρε κάρνη, ο μία να μαζά, ο καμπάι παρά. Να ρε μαζά, μπάκα, να ρε πάσα, μάμιο, κουλαμές. Τα στήμουν γύκο σώου, τα αμέ, τα γιαμά, νετάριο. Marchena. Era bem apostado de um trabalho. Lugar lá que é o bom. E sabe o que é que tem aqui? Lá que é o bom. Lá que é seré. Mandei para ele. Campo. Deixa eu ver com você. Fiz também alemão. Era moende, gracioso.
Dank u wel, Fer. Ojalá para la pizza, que era cava. Nada ya, libertad. En ese momento. Nada, se entra en barco. No se va a ir, por favor. En barco, holandés. Su bandera, holandés. No se llega, por favor. La punta, no la va, va a casa. Yo... Oké, okay. Het verzet. Dat zeiden we net al, is ook een thema. We hebben het al gehad over de dappere daden. En als je ook kijkt hier in het boekje naar verzet, dan zie je ook de vragen en de gesprekken met elkaar van wanneer ben je nou een held? Wanneer is iemand een held? En waarom ben je een held? Nou, die stripverhalen zijn echt heel erg leuk als je hier over het woord leuk kan spreken voor de kinderen. Want het zijn stripverhalen over het leven en wat zij gedaan hebben in de oorlog. Pak nu je denkboek en ga naar bladzijde 49. Praat in groepjes of met z'n tweeën over een uitspraak in een van de gekleurde vakjes. Heb je een uitspraak besproken, dan zet je een kruisje in het vierkantje en ga je naar de volgende uitspraak. Als laatste mag je ook zelf een stelling bedenken. Dit is een van de bladzijden in de les Verzet. Die gaat over deze bladzijde, vecht voor je recht. Ja? Vecht voor je recht. Opkomen voor anderen is bijvoorbeeld belangrijker dan je eigen veiligheid. Je kan een kruisje inzetten en dan kan je over praten met elkaar. Je kan ook zelf een stelling bedenken. Maar ook kleine daden van verzet zijn net zo belangrijk als grote daden. Wat vind je daarvan? Praat er met elkaar over. Volgende thema. Thema 4. Herdenken. Zeiden we net al, 4 mei is de dag van herdenken. Herdenken, terugdenken aan alle oorlogsslachtoffers, vroeger, nu. Maar wat is nou herdenken? Wie herdenk je? Hoe herdenk je? Ga naar de herdenking op je eiland en wat zie je dan? Wordt er gebruik gemaakt van stilte? Een minuut stilte, leg je een krans neer, gaat de vlag half stok, dat wordt allemaal genoemd. Waar herdenken we? Maar waarom herdenken we? Wanneer herdenken we nog meer? Daar beneden zie je ook staan in het boekje de dag van het volkslied en de vlag op Aruba bijvoorbeeld. Maar ook 1 juli, afschaffing slavernij. Maar ook 17 augustus, de Tula-dag op Curaçao. Allemaal herdenkingsdagen. Wat is herdenken? Wanneer doe je dat? Waarom herdenk jij? Ieder jaar op 4 mei herdenken we in het hele Koninkrijk der Nederlanden alle oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen of vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Elk eiland heeft zijn eigen oorlogsmonument. Ook herdenken we mensen die in andere oorlogen en vredesoperaties zijn gestorven. En ook in Madurodam in Den Haag herdenken ieder jaar duizenden kinderen op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. Dit is dus weer een stukje van die les. Waar hij de kinderen vertelt en je kinderen ook vraagt van waar is het monument hier? En doe je wel eens mee? Worden jullie uitgenodigd voor de herdenking op het eiland? En organiseer je wel eens in het klein een herdenking? Thema vrijheid, nou ja, daar gaat het natuurlijk om. Vrijheid. Deze pagina, zie je wie daar staan, pagina 62 tot en met 69. Dan zie je staan, wat is nou vrijheid? Wat is vrijheid? Iedereen denkt dat ze het wel weten. Maar hier staat heel duidelijk, wat moet er wel zijn om vrij te zijn en wat moet er niet zijn? Wat is aanwezig als je niet vrij bent? Staat er allemaal. Bijvoorbeeld,
Wat er niet moet zijn om je vrij te voelen, dat is natuurlijk oorlog. Armoede, honger, angst. Wat moet er wel zijn om je vrij te kunnen voelen? Nou, dat je kan zeggen wat je denkt en dat je mag zijn wie je bent. Dat je zoals die kinderen daar mag protesteren. Dat je op mag komen voor je mening, dan ben je vrij. Marco en Jonde komen uit Venezuela. Ooit was dat het rijkste land van Zuid-Amerika. Maar sinds een aantal jaren gaat het erg slecht met het land. Er is veel honger. Honderdduizenden Venezolanen zijn daarom al gevlucht. Ook Marco en Jonde proberen nu samen met hun familie te vluchten naar een ander land. Luister maar naar hun verhaal in het volgende filmpje. Die zitten hier nu niet in, maar in de les wel. Die hebben we expres erin gestopt. Om voor de kinderen hier, deze twee jongetjes, die vertellen waarom ze gevlucht zijn. Dus we hopen dan dat de andere kinderen hier hun klasgenootjes eventueel of kinderen in de buurt begrijpen waarom ze hier zijn en waarom ze gevlucht zijn uit Venezuela. Waarom zij niet vrij waren. Oké. Ik heb jullie net beloofd dat ik je vertel waar die 5 digitale lessen staan op de site. We hebben een korte link gemaakt. En als je deze link volgt, kom je meteen bij WeTransfer. Je downloads en alle lessen staan op je laptop. Laat ik nog een andere manier zien. Als je het Caribisch denkboek invult, googelt of deze link, kom je op deze pagina. Ja? Dan kom je op deze pagina, dan zie je ook staan Caribisch denkboek voor 4 en 5 mei. Hier zie je alle denkboeken staan in de talen. Die kan je downloaden hier. Download de handleiding in alle talen. Dan gaan we naar beneden. Filmpjes bij het denkboek kan je allemaal vinden. Ook in het Engels daar. Dan heb je dat filmpje die we ook net gezien hebben over jonge oorkriebelen. En dan zie je daar Media Lab Curaçao staan. Media Lab Curaçao. Dan ga je daarop staan. En dan ben je er ook. En dan, het is downloaden op je computer. Je hebt alle 5 lessen.